Hoi allemaal! Vandaag ga ik je laten zien hoe je zelf een muziekinstrument kan maken thuis. Ik kwam erop toen ik een glasje water aan het drinken was. Ik dacht eraan dat iedere glas heeft een toon. Kun je horen als je er aantikt met een lepeltje. Wist je dat de toon verandert als je wat eruit drinkt? Wat denk jij? Gaat de toon omhoog of gaat de toon omlaag? We gaan het uitproberen. Zo klinkt het nu. Drink ik wat eruit? Hoor je? Hij is omhoog gegaan. Nog iets verder. Dus, dacht ik, als ik iedere glas kan stemmen, dan zou ik een toonladder mee kunnen bouwen. Als ik grote glazen heb en kleine glazen. En ik heb ze gezocht bij elkaar, uit de kast gehaald en ik ging ze sorteren. Toen heb ik de glazen gesorteerd. Van de laagst klinkende naar de hoogst klinkende. Daarna moesten de glazen allemaal gestemd worden. Dat gaat met water. Als je water erin gooit, dan gaat die lager klinken. En haal je water eruit, dan klinkt die hoger. Dan probeer je zo lang te puzzelen dat je op het eind een mooie toonladder hebt. Als je een toonladder hebt, kun je proberen liedjes te gaan spelen. Ik sluit af met een vrolijk liedje. Veel plezier. Tot de volgende keer.